wappie wappie, tungu tungu, kasha. Wappie wappie, tungu tungu, kasha kasha, wissi wappie dango kasha. De dagtaak van meneer Klak zit erop. Maar die van Wizzy en Woppy is nog niet half begonnen. Benieuwd wat ze vandaag gaan beleven. Kijken jullie mee? Zo te zien houden onze vrienden een picknick. Alles ligt klaar en het is tijd om te eten. Hela Woppy. Kasha wil ook een hapje eten, hoor. Dongo, nyam. En Dongo ook. Wissi, nyam, nyam. En Wissi heeft ook zin in een koek. Dus Woppy moet het eten mooi verdelen. Maar Woppy is gulzig. En dat pikken zijn vrienden niet. Als het zo zit, doet Woppy niet meer mee met de picknick. Snappen ze dan niet dat Woppy echt reuze honger heeft en wel 1000 koeken op kan? Zie ze daar nu zitten smullen. Zou er geen manier zijn om toch aan meer koeken te geraken? Ik denk dat Woppy iets bedacht heeft. Woppy? 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 Wizzy, Dongo en Kasha denken dat Woppy in nood is. En als hun vriend in nood is, moeten ze hem helpen. Picknick of geen picknick. Maar terwijl zij op Woppy komen afgerend, rent Woppy af op iets anders. De koekjes. Zijn vrienden begrijpen er niks van. Dat heeft Woppy weer al slim bedacht. En heel voorzichtig sluipt hij met de lading koekjes naar zijn muizenholletje. Wat is die Woppy soms toch een geniepig diefje. Dan maar terug naar de picknick. Alleen is er niet veel picknick meer aan. Al het lekkers is spoorloos. Maar wat ziet Kasha daar? Het puntje van Woppy's staart. Dat is verdacht. Want als Woppy zich verstopt, moet hij wel iets te verbergen hebben. Eerst eens kijken of Woppy die koeken echt wel gestolen heeft. Ja hoor. En dan gaan ze hem die dievenstreek eens goed betaald zetten. Benieuwd hoe onze vrienden dit gaan aanpakken. Hoor je dat, Woppy? Wizzy heeft je hulp nodig. En nu kunnen jullie al raden wat er dan gebeurt, natuurlijk. Inderdaad, terwijl Woppy zich met Wizzy bezighoudt, houden die twee zich met de koekjes bezig. Woppy, jam jam! Gefopt, Woppy! Woppy, jam jam! Onze vrienden hebben hun koekjes terug. En Woppy
Wel, die heeft uiteindelijk ook nog een koekje gekregen. Een koekje van eigen deeg.